Kun je de ogen eens open doen? Ik ben Hanna, ik zorg vanavond voor u. Nou, van boven naar beneden is de afgelopen 2 dagen wordt hij toenemend onrustig, angstig. Ja, dat was hij toen ook. Ja. Bang om dood te gaan. Ach, hij moet toch een keer de bocht maken? Ja, ja. Hij ligt nu echt al tijden wakker aan die tube eigenlijk, ja. Hè? Ja. Nou, dankjewel. Nou, werk ze. Hoogste tijd voor jou. Ja. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Hanna Boeven neemt de patiënt in bed 9 over van de dagdienst. Knijp mij eens. Moeilijk. Hij ligt al 2 maanden op de corona-IC. Ik ga even naar je longen luisteren. Na alle controles moet Hanna hem vooral goed in de gaten houden. Soms is het druk, soms is het ook wat rustiger. Bij COVID-patiënten zien we ook wel dat het echt soms wachten is tot mensen opknappen. Dan kan het ook zijn dat je patiënt ook veel met rust moet laten. Maar dat geldt niet voor Hanna's patiënt. Ik ga zo meteen ook naar je maag en je darmen kijken. Hè? Daar komen ze ook collega's voor binnen. Hij krijgt een maagzonde. Er komt wat in je mond, hè? Kan je mond zo open doen? Nee, hij slaapt niet ver weg, hoor. Wil je hem dieper inslaan? Ja. Het is klaar, hoor. Hè? Heb je weer gehad. Dit is geen leuke ingrepen voor hem, dus we hebben hem een beetje in slaap gebracht. Hè, wij vinden de coronatesten al vervelend. Nou moet je nagaan als je zo'n slang helemaal in je maag krijgt. Dat is niet leuk. Is hij al klaar? Ja, de gele. Hanna is de dag begonnen met zoontje Aaron. Ik ben bijna klaar. Is hij bijna klaar? Thuis is de IC ver weg. Ik sprak laatst een collega die zegt, ja, ik kan mijn werk moeilijk loslaten. Ik zei, dat geldt voor mij totaal niet. Ik loop de deur uit en het is weg. Dit klaar! Ja. Nou, kom je even op je stoel zitten. Maar corona is alles behalve weg. Op een gegeven moment was het weer een stuk minder, hè? En dan hadden we nog een handjevol coronapatiënten. En dat is voor je werk dat je denkt, ach, als je af en toe daar werkt, ah, dat is nog wel oké dan. Maar nu je het dan weer op zag lopen en dacht je, moest er weer een IC open, ja, dan baal je altijd wel. Het is altijd wel, hè, als je in de kleedkamer staat, van nou, hoeveel bedden zijn er open? Ik vind het werk met COVID-patiënten minder leuk dan mijn normale werk. Omdat het langere trajecten zijn. Vaak, patiënten liggen lang aan de beademing en dat ze maar hele kleine stapjes vooruit of helaas achteruit maken. Maakt het wat dat we meer geduld moeten hebben. En dat het lange trajecten kunnen zijn en het werk ook wel wat eentoniger soms kan zijn. Moet ik thuis doen? Is er wat viezigheid in dat buisje? Ik ben Hanna, ook verpleegkundige. Oh kom, ik zuig het even weg. Gaat het? Maar is beter, hè? Het beeld op de corona-IC is na een jaar nog vrijwel onveranderd. En ook het werk is nog hetzelfde. Hallo, ik spreek met Hanna Boeven, verpleegkundige UMCG. Hallo, wij zouden nog even bellen, hè? Hoe het gegaan is. Ik moet heel even die beademing losmaken, zodat ik hier wat kan vervangen, want dat is vies geworden. Gaat het? De fut is er bij Hanna en haar collega's wel wat uit. In de eerste golf was ze maar weinig thuis. Ze werkte verplicht, fulltime. Dat kan ze niet nog een keer opbrengen. Nee, gaan we niet meer doen. Als ze zouden zeggen, oké, Hanna, het is een maandje. Dan gaan we doen en dan is het klaar. Dan zou ik zeggen, oké, dat doen we nog een keer. Maar dat kan niet gezegd worden. Er zit geen einde aan. Ook onder collega's is daar geen energie voor. Een beetje klaar, zo.